Ik ben vast niet de enige die cosmetica gebruikt. Bijvoorbeeld een dagcreme of een deodorant of een douchegel of een zonnebrandcreme of een tandpasta. Maar hebben we dat nou allemaal wel echt nodig? Ik vertel het je hier in de werkplaats. Op de voorkant van een verpakking kan je zien wat voor product het is. Maar wil je precies weten wat erin zit, dan moet je naar de achterkant van een verpakking kijken. Hier vind je de ingrediëntenlijst. Allemaal stoffen die bijvoorbeeld de werkzaamheid of de houdbaarheid van een product regelen. Aqua, homosalaat, dicrapyleter, dicaprylcarbonaat. Maar wat zegt zo'n lijst nou precies? Kunnen er bijvoorbeeld goede of slechte ingrediënten op staan? Want online, in apps en in de media wordt soms beweerd dat sommige ingrediënten in cosmetica gevaarlijk zouden zijn. En natuurlijk kun je je vraagtekens zetten bij bijvoorbeeld microplastics. Daarnaast wordt er ook heel veel onderzoek gedaan naar hoe mensen en het milieu reageren op al die ingrediënten. Maar alle ingrediënten moeten voldoen aan strenge Nederlandse en Europese regels op het gebied van veiligheid. Met de kennis die we nu hebben, hoeven we dit soort producten dus niet te laten staan. Daarnaast is het ook belangrijk om te beseffen dat ingrediënten niet voor niets in een product zitten. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je een product langer kunt bewaren of dat alle ingrediënten goed gemengd blijven. Zonder achtergrondkennis zegt zo'n ingrediëntenlijst niets over hoe goed een product werkt, of dat het bijvoorbeeld synthetisch, natuurlijk of vegan is. Waar je zo'n lijst wel voor kan gebruiken, is om te kijken of er een ingrediënt in zit waar je allergisch voor bent. Door die lijst weet je dan of dat product voor jou geschikt is. Om er zeker van te zijn dat daarover in geen enkel land verwarring kan ontstaan, zijn daar gestandaardiseerde namen voor afgesproken. En dat zijn dus die ingewikkelde woorden die je op de verpakking ziet staan. Dit is onze huid. Hij bestaat uit verschillende lagen. Onderop heb je de lederhuid. Hier lopen onder meer de bloedvaten doorheen. En hier zitten ook de haarzakjes, de zweetklieren en de talgklieren. De buitenste laag is de opperhuid. Die is heel effectief in het beschermen van ons lichaam tegen allerlei indringers. Schadelijke bacteriën, virussen en schimmels komen er niet doorheen. En ook ingrediënten uit cosmetica kunnen er zonder kunstgrepen niet doorheen. Nu maar eens kijken wat er met de huid gebeurt als we cosmetica gebruiken. Experiment 1. Deodorant. Een ingrediënt waar wel zorgen over zijn is aluminiumchloride. Het is een soort zout. In één onderzoek was er mogelijk een verband gelegd tussen deze stof en kanker. Dat onderzoek heeft veel aandacht gekregen. Maar in dat onderzoek werd bijvoorbeeld dat zout in hoge concentraties in muizen gespoten. En dat is heel wat anders dan een deodorant op de huid aanbrengen. Bovendien zijn er heel veel onderzoeken die geen verband hebben gevonden. Maar daar hoor je nooit wat over. Van dat zout kun je in deodorant geen last hebben. Er zit niet alleen veel te weinig van dat zout in, maar het zout dat erin zit, komt ook niet door je huid heen. Het blijft op je huid liggen en doet daar precies wat het moet doen. Die zouten gaan dan een verbinding aan met je zweet en vormen een soort gel. Die vormt een deksel op je zweetklieren. En daardoor komt er minder zweet op je huid en ga je dus minder stinken. Natuurlijk kun je zonder deodorant door het leven gaan. Maar veel mensen willen die geurtjes liever niet hebben. En dan is deo een goede en veilige oplossing. Experiment 2. Dagcreme, of eigenlijk alle crèmes die je op je huid smeert. Waar hebben we die nou voor nodig? Via onze huid verdwijnt er heel veel water uit ons lichaam. Per dag ongeveer een koffiekopje per vierkante meter. De opperhuid is daardoor het droogste onderdeel van de huid en loopt de meeste kans op uitdroging. Gelukkig zitten er in je huid allerlei lichaamseigen stoffen die voorkomen dat je huid uitdroogt. Want als je zo'n droge, trekkerige huid hebt, dan kan die gaan schilferen en gaan scheuren. Er kunnen ook wondjes ontstaan. Koud weer, te warm douchen, maar bijvoorbeeld ook roken of alcohol verstoort de gezondheid van de huid. Daarnaast hebben sommige mensen van zichzelf een minder gezonde huid. Voor zulke mensen is er een crème. Wat crème doet, is eigenlijk een vliesje van vet leggen over de huid heen. Daardoor kan er geen vocht meer verdampen, kan de huid dus ook niet uitdrogen en kan de huid ook niet meer stuk gaan. En denk nou niet dat je daardoor stikt, want zoiets kan alleen bij James Bond. She died of skin suffocation. Ademen doe je met je longen, niet met je huid. Experiment 3. Douchegel gebruiken we ook allemaal. Je huid is natuurlijk een verzamelplek voor allerlei bacteriën, virussen, stoffen en ander vuil. Douchegel en zeep in het algemeen is een soort staalborstel die alle stoffen wegboemt. De stoffen in zeep die dat doen noemen we surfactanten of oppervlakteactieve stoffen. Bij sommige mensen kunnen die tot huidirritaties leiden. Maar daarom zitten er in een douchegel ook altijd ingrediënten die de huidirritaties verminderen. Dit soort ingrediënten verzachten als het ware de surfactanten.
Dat is win-win. Je verwijdert de overtollige bacteriën en virussen van je lichaam en je lichaam heeft er geen last van. Moet je zulke producten nu wel of niet gebruiken? Als je nergens last van hebt, is het natuurlijk niet per se nodig. Maar als je wel ergens last van hebt of je vindt de gezondheid van je huid belangrijk, dan lossen zulke producten die problemen op. En omdat ze goed gereguleerd worden, kun je dat ook doen zonder je zorgen te hoeven maken over je veiligheid. Extreem weer gaat er in de toekomst gewoon bij horen. En overstromingen dus ook. Ik ben Angelique, milieuwetenschapper. En in de volgende aflevering vertel ik hoe en wat we daartegen kunnen doen.